Ja, allereerst wil ik alle Amsterdammers heel veel sterkte wensen tijdens de komende lockdown. En deze lockdown die gaat enorme schade doen, zowel als het gaat om het welzijn en de bestaanszekerheid van mensen als de economie als geheel. En ik denk dat deze harde lockdown, zoals die op dit moment plaatsvindt, voorkomen had kunnen worden als het kabinet beter crisisbeleid had gevoerd. Eerder heb ik meerdere pogingen gedaan om vanuit de veiligheidsregio Amsterdam een ander veiliger crisisbeleid te hanteren, of in ieder geval om het kabinet daartoe op te roepen. Dat was te vergeefs, want de burgemeester die moet en wil de aanwijzingen van de minister opvolgen. En ondanks dat ik dat moeilijk te verteren vind, begrijp ik dat wel. Ik zou graag een andere crisisaanpak willen zien, waarbij ik vooral kijk naar de perspectieven en ideeën van het Red Team en Containment Nu. Dus inzet op het aantal besmettingen zoveel mogelijk terugdringen in plaats van te sturen op de capaciteit van ziekenhuizen. Dat gezegd hebbende, en daar kan ik vrij weinig aan doen, het moet hier ook benoemd worden dat het echt een regelrechte schande is dat dit kabinet miljarden geeft aan multinationals, terwijl de massale winsten die zij de afgelopen jaren hebben gemaakt, zijn verdwenen in de zakken van rijke aandeelhouders. En dit kabinet dat kiest ervoor om die diepe zakken van de allerrijkste nog verder op te vullen, in plaats van in te zetten op het beschermen van de bestaanszekerheid van alle mensen in Nederland. Ja, wat wij in Amsterdam kunnen doen, dat is beperkt, maar we kunnen wel solidariteit organiseren met de mensen die het hardst worden geraakt. Daarom wil ik het college vragen welke nieuwe maatregelen zij gaan nemen om Amsterdammers te helpen om door deze lockdown te komen. En in het bijzonder als het gaat om mensen in de zorg die een burn-out hebben of die daar tegenaan lopen. Voor onze ouderen en andere Amsterdammers die behoren tot de risicogroepen. Voor leerlingen die een leerachterstand hebben of die nu dreigen op te gaan lopen. Voor mensen die in de schulden terechtkomen of die dakloos dreigen te raken. Voor grote gezinnen die noodgedwongen in veel te kleine woningen leven. Voor slachtoffers van huiselijk geweld. En eigenlijk voor alle Amsterdammers voor wie deze lockdown een ongekende harde tegenslag is. Een tegenslag die voor veel mensen de druppel zal vormen die de emmer doet overlopen. Afsluitend, ik wil de burgemeester vragen of zij een strategie heeft in zaken de beweging die zich verzet tegen de coronamaatregelen. Want ik lees net namelijk dat er in de afgelopen periode ruiten zijn ingegooid bij twee testlocaties van de GGD in Amsterdam. En die acties die zijn echt onderdeel van een breder patroon waarin mensen die hun stinkende best doen om het virus te bestrijden, worden bedreigd en aangevallen. En als er nog geen plan ligt, dan roep ik de burgemeester op om met een plan te komen om GGD-medewerkers en iedereen die in de zorg werkt te beschermen tegen het dreigende geweld van mensen die denken dat corona slechts een griepje betreft. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Veldhuis.